Kijkers, mijn naam is Anne Zusdal. Vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. Ik heb een tijdje niks geüpload omdat ik heel erg ziek was. Ik lag sinds donderdag, even kijken, hoeveel? Donderdag 12 februari lag ik in het ziekenhuis tot dinsdag, dus 6 dagen. En dinsdag was het hoeveel februari? 16. Dus ik heb er 6 dagen gelegen. Ik was heel erg ziek. Ik had koorts van 39,9 graden. En ja, dus kon ik niet filmen. En ik lag op de spoedafdeling. Dus ik was sowieso niet thuis. Ik had daarvoor, de dag daarvoor, woensdag, had ik een bloedtransfusie in mijn eigen ziekenhuis. Alleen, dat heb ik ook gefilmd. Alleen omdat het zelfstandig een beetje kort is. Een korte vlog zou zijn, dacht ik. Ik maak dit er nog even bij. Zodat jullie weten wat er is gebeurd. Wat er aan de hand was. En waarom ik dus inactief was. Maar vanaf nu gaan er gewoon weer video's aankomen. En dan gaan jullie dat in de komende video's zien. Dus geniet nu van de beelden die ik heb van mijn bloedtransfusie. Yo kijkers, mijn naam is Anne Zusdal. Vandaag heb ik weer een gloednieuwe video voor jullie. Vandaag ga ik alweer naar het ziekenhuis. Vorige week had ik nog chemo. Maar deze week ga ik omdat ik bloed moet krijgen. Ik krijg een bloedtransfusie omdat mijn eigen bloed te laag is. Ze gaan eerst even bloed van me afnemen om te kijken of het nog steeds zo laag is als vorige week. Als het laag is, dan krijg ik bloedtransfusie en zo niet kom ik weer naar huis. Maar als ik een bloedtransfusie krijg, dan laat ik het jullie zien. En dan kunnen jullie allemaal zien hoe het eruit ziet en wat het nou precies is. Dus blijf kijken. Yo kijkers, het bloed is aangekomen. Ik zit op dit moment vast aan mijn bloed wat ik krijg. Zoals je hier kunt zien. Daar zo. Die zak daarachter. Dat is het bloed. En daaraan zit ik zo vast, het kabel. En dan komt het ook weer gewoon hier, waar ik ben aangeprikt. En zo krijg ik een zak bloed. En dan is dat ongeveer, hoe laat denk ik dat het klaar is? Half acht. 8 uur, 9 uur, zoiets ben ik thuis. Het duurt best lang, maar het moet wel. Ik heb jullie vandaag niet veel te melden, omdat het, ja, het is een zak bloed. Meer is het niet. Maar misschien waren er mensen die wouden zien hoe dat eruit ziet. En zie ik jullie als ik op de terugweg naar huis ben. Dat was dus een video. Zo ziet een bloedtransfusie er dus uit. Gewoon een zak bloed wat door mijn portekat. Dat dingetje wat in mijn borst zit. En gelinkt is aan mijn ader. Zo krijg ik het bloed direct op in mijn eigen bloed. Het is niet heel speciaal. Dus ja. En dat duurt een paar uur. Zoals jullie hebben gezien heb ik een intro en een outro gefilmd in die video. Alleen omdat het te kort is om het zo te uploaden, dacht ik, film ik dit erbij. Dus bij deze wil ik jullie ook gaan bedanken voor het kijken naar deze nieuwe video. Het is een beetje kort, maar ja, ik was ziek. Blijf gewoon mijn kanaal in de gaten houden. Binnenkort komen er allemaal leuke dingen. En binnenkort kan ik jullie ook vertellen, ga ik iets leuks doen. Dus dat zien jullie ook allemaal. En wil ik jullie vragen om een like achter te laten, een reactie beneden te zetten en abonneren. Zo steun je mij, zo weet ik ook dat je het leuk vindt. Dus, ik hou jullie op de hoogte en ik zeg later.